Nu het ergste van de economische crisis achter ons lijkt te liggen, wordt het tijd om vooruit te blikken. Waar verdienen we over 20 jaar ons brood mee? Deze oude machinefabriek van Stork was ooit de trots van de Amsterdamse industrie. Maar de productie is verplaatst naar lage lonenlanden. Nu is de fabriekshal een creatieve werkplaats waar je zelf je ontwerpen kan printen of laseren. Moeten we weer zelf leren maken om concurrerend te blijven? Wat voor onderwijs hebben onze kinderen nodig om klaar te zijn voor de toekomst? En waar blijft de volgende TomTom? In Toekomstmakers, de interviews, praat ik met ondernemers, wetenschappers en dwarse denkers over waar de BV Nederland op in moet zetten de komende jaren. En dit kwartier doe ik dat met Claire Boonstra. Wie Claire Boonstra zegt, zegt augmented reality. Een technologie waarmee je bijvoorbeeld een tijdschrift tot leven kan wekken via je telefoon. This is interactive print. In 2010 werd ze uitgeroepen tot online mediavrouw van het jaar. Tegenwoordig is Boonstra's realiteit onderwijs en de verandering van het onderwijssysteem. I want to start with children. I want to make sure that children are learning at a very early age. Maar er is meer in het leven dan alleen werk. Boonstra houdt ook van reizen, van haar gezin en van een goed feest. Qua innovatie krijgt de Nederlandse overheid van haar een onvoldoende. Maar de mensen die het anders durven doen, scoren een 9. Ja, Claire, je hebt je dochter Marise meegenomen. Die is nu bijna 8 weken oud. Die wensen natuurlijk heel veel gezondheid en geluk toe. Maar wat voor onderwijssysteem moet haar nou wensen? Nou, als je bedenkt dat een levensverwachting van meisjes die nu geboren wordt, is al 100 jaar. En als je bedenkt wat mensen die nu 100 jaar zijn al hebben meegemaakt in hun leven. Ongelooflijk veel. De komende 100 jaar zullen de veranderingen alleen nog maar meer worden. Zullen alleen maar versnellen. Dus we gaan naar een compleet andere wereld toe. En die wereld, daar zijn hele andere dingen nodig dan dat we nu heel erg belangrijk vinden in het onderwijssysteem. Bijvoorbeeld? Kijk, nu richten we ons ongelooflijk op een bepaald resultaat, een eindresultaat. En op de lagere school is dat het CITO-resultaat. Voortgezet onderwijs is dat je eindexamen. En we hebben een soort ideale lat gedefinieerd en die gaat omhoog. En dat is op basis van examenresultaten. Maar als je eigenlijk kijkt hoe de wereld er nu al uitziet, maar zeker de wereld zoals die eruit komt te zien, dan is zo'n resultaat maar een hele kleine fractie van wat een mens waardevol maakt. Waarmee je waardevol kunt voelen in de wereld van vandaag en morgen. En wat zal Marise dan voor vaardigheden nodig hebben dadelijk, denk je? Het is heel moeilijk om 100 jaar vooruit te kijken. Nee, daarom. Maar als je nu al kijkt naar vacatureteksten vandaag. Daar staat van alles in over leiderschap, communicatieve vaardigheden, creativiteit, beeldend kunnen denken. Er zijn ontzettend veel vaardigheden die nu al gevraagd worden. En er staat soms bijna niet eens bij van, joh, je moet een hoog resultaat hebben. Mm-hmm. En we zijn ook veel meer verbonden in netwerken. De wereld zoals die tot nu toe was heel erg hiërarchisch gedreven, hiërarchische organisaties. Maar met de digitale technologie nu al, zeker de komende tijd, zijn mensen veel meer met netwerken verbonden. Ja, en is de school dan ook nog te veel hiërarchisch ingericht om die kennis van boven naar beneden te duwen? Nou, zo was het eigenlijk al. Kennis werd eigenlijk overgedragen van boven naar beneden. Zo'n hiërarchie lijkt ook op een belboom van vroeger. Iemand had meer informatie en die vertelde dat aan de mensen onder zich en dan nog verder. Maar nu wordt ook kennis, wordt eigenlijk meer verspreidt zich als een netwerk en kun je ook overal vandaan halen. Nou, het onderwijssysteem van de toekomst legt niet meer iedereen langs dezelfde lat, wat we nu doen, maar zorgt ervoor dat iedereen tot volle bloei kan komen. Op basis van wat je zelf in huis hebt, dus je eigen aangeboren talenten, je motivaties, je interesses, je persoonlijkheid en je identiteit. Want dat is namelijk het enige wat ervoor zorgt dat jij altijd duurzaam inzetbaar bent. Maar wat gaat er dan nu mis in dat onderwijs? Want wat jij schetst, dat is ook wat docenten ook willen. Die zeggen, natuurlijk willen wij het beste uit elk kind halen, zodat dat een evenwichtige volwassene wordt die zijn talenten kan benutten. Ja, dat is niks nieuws eigenlijk. Nee, precies. En elke school heeft het ook gewoon in zijn motto staan. Alleen de praktijk wijst gewoon uit dat we heel iets anders nu zijn gaan doen. En wat we nu doen is iedereen langs dezelfde lat leggen. Dus die CITO-scores die zijn veel te ver doorgeschoten. Nou ja, dat is inderdaad, die lat is nu CITO. En het eind van de lagere school wordt op basis van je CITO-resultaat bepaald of je door mag naar hoger, bijvoorbeeld VWO, of dat je moet naar het VMBO. En er wordt een beetje denigerend over gedaan. Terwijl, vakmensen, dat zijn mensen die we nodig hebben. En naast hoger is niet alles. En die CITO
gewoon wat CITO toetst, is maar een heel kleine fractie. Van het complete spectrum wat een mens kan zijn en waarmee je jezelf waardevol kunt maken, waardevol kunt voelen. Maar die CITO-resultaten die worden nu gebruikt als toetssteen, niet alleen voor of een kind door mag of niet door mag, maar of oké is of niet oké, om het maar heel erg extreem te noemen. Of een docent oké is of niet oké en of een school oké is of niet oké. En want inmiddels worden de CITO-resultaten ook gebruikt om lijstjes met goede scholen te maken. Nou, met als gevolg dat heel veel mensen het zo belangrijk gaan vinden, die resultaten. Het is niet alleen, het ligt niet per se aan CITO, maar gewoon het feit dat we alles meetbaar willen maken. En daar op basis daarvan gaan bepalen of het goed is of niet. Ja, nou is er natuurlijk een stroming die zegt, als je ziet hoe hard de digitalisering gaat, de robotisering, hoe we de robots voor kunnen blijven, is juist omdat wij ons als mensen een voorstellingsvermogen hebben. Ja, dat precies. We kunnen zien, dat we kunnen precies. Voelen. Ja. Zijn dat dan de dingen waar jij het over hebt? Ja, kijk, wat je nooit kunt vervangen door robots is inderdaad wat jij zegt, is onze vorm van creativiteit. In ieder geval, er zijn nog geen robots ontwikkeld die dat zouden kunnen. Intuïtief denken, verbanden leggen. Dat zijn dingen die je voorlopig nog niet kunt automatiseren. Dat zijn wel dingen die typisch menselijk zijn. Die gewoon in een mens zitten. En voor elkaar kunnen zorgen. Dat zijn allemaal dingen die heel erg nodig zijn in een mens. En kijk, waar het onderwijssysteem van de toekomst naartoe zal gaan, is dat we voor iedereen een gepersonaliseerd leerpad hebben. Digitale technologie maakt dat mogelijk. Mm-hmm. En dat die docent of die school een compleet andere functie krijgt. Dat die school faciliteert dat er geleerd wordt. En dat er waardevolle interacties zijn tussen mensen. Want daar leer je van. Maar de leraar faciliteert. Hij hoeft niet per se zelf misschien die bron van kennis meer te zijn? Niet meer alleen. Maar het kan natuurlijk best zijn dat die leerkracht op basis van zijn eigen vakgebied nog steeds degene die als best het verhaal kan vertellen. Omdat hij twinkeling in de ogen krijgt. Omdat hij het zo boeiend kan vertellen. Maar misschien is er wel een leerkracht aan de andere kant van het land, op de andere kant van de wereld, die dat vakgebied veel beter kan overbrengen. En dat daar een video van is wat gebruikt wordt. Of dat leren met elkaar aan de slag gaan. En neem me dan even mee naar die ideale lagere school van Marieze. Hoe zou dan die dag er dan uitzien? Want dan, het leren gaat natuurlijk ook altijd door. Ook ja, nou wat we moeten loslaten is dat er één ideaal schoolsysteem zal zijn voor iedereen. Want dat bestaat niet. Het ene kind zal veel meer gebaat zijn bij heel snel, heel erg in de praktijk bezig zijn. Het andere kind zal veel meer zich theoretisch willen vormen. We moeten niet meer één lat of één systeem voor iedereen zien. We moeten veel meer kijken, oké, wat zit er in dit specifieke kind? Wat past hierbij? En hoe zal die zich gaan ontwikkelen? En ook leren, als je 100 jaar zult leven en zeg een jaar of 70 daarvan werkzaam zult zijn. Nou ja, dan waarom zou school of leren alleen maar iets zijn van 4 tot 18? Dat is ook wat de Raad voor het Wetenschappelijk Regeringsbeleid zegt, hè? Naar een lerende economie. Ja. Die zeggen van, we hebben altijd naar de kenniseconomie gekeken, als iets statisch, iets wat alleen in de mens zit. Maar we moeten er naartoe dat leerlingen, bedrijven, maar ook landen die kennis goed kunnen laten circuleren, zodat we blijven leren. Precies. Waar staan we dan nu als Nederland? We waren een land, Montessori, Dalton, dat zijn precies. Methodes, die komen uit dit land. Waar denk je dat we dan nu op dit moment staan? Hoe vernieuwend zijn we? Nou, de methodes komen niet per se allemaal uit ons land. Hè. Maria Montessori was geen Nederlandse, maar het is wel opvallend. Het is wel zo dat heel veel van dit soort systemen in Nederland enorm geadopteerd zijn. Dus Nederland is heel lang gidsland geweest op het gebied van vernieuwingsonderwijs. Alleen die koppositie zijn we een beetje kwijtgeraakt. Maar het is heel makkelijk om die positie weer terug te pakken. We staan ontzettend goed voor in de basis als land om weer dit te gaan implementeren. Alleen die weg daar naartoe dan? Hoe ziet die eruit? Nou, er zijn dus heel veel mensen die dit ook voelen. En het interessante is ook de andere helft van de reacties van mensen die dit talk zouden zijn van, ja, maar ik doe al zoiets. Ik heb al een school die het helemaal anders doet. Ik heb een platform, ik heb een applicatie, een methode. En ik dacht, waarom weet ik dat niet? Hè, ik ben hier, was hier in ieder geval latent in geïnteresseerd. Ik had al 2 kinderen, inmiddels een derde kind. En waarom weet ik dat niet? En wat we eigenlijk nu doen en wat overal eigenlijk moet gebeuren en aan het gebeuren is dat datgene wat er is en de mensen die er zijn, dat we die verbinden. Dat we die met elkaar in contact brengen. En we zeggen dat verbinden, versterken, zichtbaar maken. Want als zichtbaar wordt
wat de noodzaak is en nog zichtbaar wordt wat er is, dan gaan mensen kiezen voor iets heel anders. Ja. Maar hoe zie je dat dan voor je? Want ik denk dat heel veel ouders wel zeggen van alleen die CITO-score is dat wel genoeg. Maar hoe ga je dan met creativiteit om in de klas? Of ouders die zeggen, ja, ik zie mijn kind van 3 al op de iPad al swipend allemaal dingen leren. Ja. En dan komen ze die klas binnen waarvan het eigenlijk nog lijkt alsof dat nog in 40 jaar, 50 jaar er niet zoveel verandert. Ja, precies. Nou, kijk, we moeten het onderwijssysteem en alle krachten die erop uitoefenen, het is heel complex. He, je hebt niet alleen maar de ouders, de leerlingen, de school die van belang zijn. Je hebt daaromheen je hebt de wet, je hebt het toetsingskader, je hebt allerlei onderwijsraden, je hebt ministeries, je hebt de media. Er zijn allerlei krachten die daarop uitoefenen. En overal in dat hele systeem moeten mensen dingen anders gaan aanpakken. En dus eigenlijk wat wij doen en wat overal het gebeuren is dat mensen binnen die organisaties of binnen die groepen, dat daar mensen zijn die het zien en snappen en zeggen, hé, ik ga mezelf actief inzetten. Ja, dus je wil het vanaf onderop. Ja, onderop gaan mensen gaan mobiliseren en versterken, maar ook heel erg de verbinding met boven, om het maar zo te zeggen. Dus met de ministeries, met de onderwijsraden, met de media. En zodat overal die verbindingen gelegd kunnen worden en vooral dat mensen zelf gaan besluiten, hé, ik ga het anders aanpakken. Want die maatschappij, dat zijn wij. Klinkt als cliché, maar het is natuurlijk waar. Ja, als elke ouder vanaf nu zegt van joh, ik ga dat CITO-resultaat niet meer zo extreem belangrijk vinden. Ik ga ervoor zorgen dat ik een soort talentendossiertje maak van mijn eigen kind. Gewoon voor de lol. Gewoon om maar eens op te schrijven van Jantje kan fantastische Lego-creaties maken. En hij is altijd Doe je dat gangmaker. Voor je eigen kinderen? Ik ben het gaan doen. Ja. En wat zie je dan? Dan kijk je dus anders naar je kind. Ja, volledig. Tuurlijk. Ik bedoel, dan zie ik iemand, hè, bijvoorbeeld onze oudste, die nou, met zijn stralende ogen altijd mensen hè, weet te verbinden. En een gang maken, mensen mee weet te krijgen. En hij kan inderdaad fantastische Lego creaties maken. En nou, dat zijn vaardigheden die hem heel veel zullen brengen. En waar hij wat minder goed in is geduld hebben. Vast als zijn moeder. Ja, dat zou kunnen. Maar bijvoorbeeld onze dochter, onze middelste inmiddels, die is heel anders. Die zit heel anders in elkaar. Dus die twee al, en ook onze derde, waarvan je nu al ziet wat voor karaktertje erin zit, die langs dezelfde lat te leggen en diezelfde dingen te vragen, is onzinnig. En toch zitten heel veel docenten toch nog vast in die regelgeving van CITO-scores die inderdaad gemeten moeten worden. En aan de ene kant zie je het protest wel toenemen. Ja. Aan de andere kant zie ik ook ouders om me heen die er ontzettend zenuwachtig over zijn en er ontzettend bovenop op zitten. Ja, kijk, voor nu is het. Wat is dan jouw advies voor overheidsbeleid? Nou, voor overheidsbeleid zou ik adviseren om sowieso een ander toetsingskader te gaan implementeren. Er is ook een initiatiefwetsvoorstel van SGP en D66 om het toetsingskader anders in te richten. Dat kwaliteit op een andere manier gaan beoordelen. En dat is één ding. En ik zou de overheid kwaliteit van de school of van het kind? Van beide. Van de school, van het kind, van de leerkracht. Dat het veel meer. Dat we minder. Er is heel veel wantrouwen overal. Het gaat heel erg over het niet. Wat is er niet? Terwijl ze zouden gaan kijken van naar het wel. Hè, wat heeft een kind wel in zich? En als docent, oké, jij bent heel erg goed niet per se omdat je je lesjes afdraait, maar omdat jij iets toevoegt. Omdat jij een bepaalde. Iets unieks hebt wat andere docenten niet hebben. En dat kun jij toevoegen aan het leerproces van dat kind. Afrondend over jou, want je bent natuurlijk heel lang ondernemer geweest met Leer. Nu ben je dit project is ook begonnen. Ondernemerschap. Ja, behoorlijk. Wat denk jij dat je dan zelf over 10 of 20 jaar doet? Want jij blijft natuurlijk zelf ook leren. Ja, weet je, als mij 5 geleden die vraag was gesteld, waar sta je over 5 jaar? En toen had ik nog niet eens mijn eerste kind, was Leer nog niet begonnen. Dat is onmogelijk te beantwoorden. Terugkijkend bleek alles logisch te zijn. Maar ja, ik kan absoluut met geen mogelijkheid nu vertellen waar ik over 5 jaar sta. Ik weet wel dat ik met mezelf als instrument een waardevolle bijdrage wil leveren aan het geheel. En wil helpen om de wereld een beetje verder te brengen. En ja, beginnend bij het onderwijs. Dus we moeten eigenlijk die vraag niet meer stellen? Nee, want het is een vraag die met geen mogelijkheid te beantwoorden is. Want 5 jaar geleden waren er nog geen iPads. Smartphones begonnen pas net los te komen. Dan hadden we toch ook nooit kunnen voorspellen hoe de wereld er nu uit zou zien. Nou ja, dus de banen van de toekomst, die bestaan nog niet eens. En, dus het is inderdaad een vraag die het gaat ook weer over omhoog.
Dus je zal hem vast niet zo hebben bedoeld, maar dat ligt zit er vaak wel achter. En welke positie heb je over 5 jaar? Wie zal dat zeggen? Dank je wel hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel, Helle.